heel veel ongelukken gebeuren op het sportveld. En zo ook bij onze volgende patiënt, Thomas. Voor hem eindigde een voetbalwedstrijd met een ritje naar de spoedeisende hulp. Dit is dokter Nadine. Zij werkt op de spoedeisende hulp. En vandaag helpt ze Thomas. Thomas is gek op voetbal. En vandaag heeft hij een wedstrijd. De eerste 5 minuten ligt zijn team onder druk. Als Thomas een lange bal krijgt, kan hij niet anders. Hij moet en zal een sliding inzetten. Maar dan gaat de tegenstander in aanval vol bovenop zijn voet. Ai, schoen uit, sok uit. Oeps, dat ziet er niet goed uit. Op naar de spoedeisende hulp. En het staat nog 2-0. Ja, 2-0. Lucas heeft gescoord. Ondertussen houdt Thomas de wedstrijd goed in de gaten op zijn mobiel. Thomas? Ja. Ik wil je mee op de foto's. Voordat dokter Nadine precies weet wat er aan de hand is, moeten er eerst foto's worden gemaakt. En al snel is duidelijk dat de teen behoorlijk uit de kom is. Ik geloof ik hier zo bij spuiten. Ja. Dokter Nadine moet de teen recht gaan zetten. En daarvoor krijgt Thomas een verdoving. Probeer dat been zoveel mogelijk te ontspannen. En dat is de meest lullige opmerking die je kan maken. Maar het is een beetje hoe meer jij jouw been en je voet kan ontspannen, hoe makkelijker het wordt om hem er weer in te trekken. Oké? Daar zit hij. Dat was hem. Hoorde de knakken, hè? Ja. Dat lucht op. Zijn eigenwijze teen is weer teruggezet. Dan wordt er nog een laatste foto gemaakt ter controle. Zo, die staat weer recht. Nog even snel de eindstand bekijken. Met 4-0 gewonnen! Er gaat nog een verband om Thomas' teen heen, zodat hij niet weer uit de kom kan schieten. De dokters zijn klaar. Thomas kan nu weer snel naar zijn teamgenoten om de overwinning te vieren.